Beste kijkers, welkom bij deze aflevering van Kennisgeving. In dit programma gaan wij uitgebreid in op de actualiteiten. En nog steeds actueel is het staatsbezoek van president Desiré Bouterse aan de Volksrepubliek China. In deze aflevering hebben wij aan tafel de minister van Justitie en Politie, de heer Stuart Getrouw. En met hem gaan we een beetje napraten over het staatsbezoek, want minister Getrouw had natuurlijk ook een verplichting in de Volksrepubliek China. Minister, welkom bij deze aflevering van Kennisgeving. U was onderdeel van de delegatie, zoals ik het al zei in mijn inleiding. Maar voordat we gaan praten over wat u precies bent gaan doen in China, wat vindt u zelf van China? Zeer indrukwekkend. Ja. Ja, ik heb verschillende landen mogen aandoen. Maar je bent toch wel van... Je raakt toch wel onder de indruk van hetgeen dus dat je daar zo, vanaf het moment dat je landt in het land, om het zo te noemen, is het een heel indrukwekkende situatie. Ik kom zelf vanuit de discipline en om de militairen zo in het gelid te zien staan, om ze te zien exerceren, machtig. Oké, u was daar en u had natuurlijk wat verplichtingen. Als minister van Justitie en Politie. Het komt erop neer dat u overeenkomsten hebt getekend. Welke zijn die precies? Oké, laat me dit ervan zeggen. Er is één overeenkomst getekend. En er zijn twee overeenkomsten aangegaan. Ja, de eerste, precies waarover ik het in een eerder stadium over had, is het uitleveringsverdrag. Dat eerder geparafeerd is geworden, maar tijdens het bezoek, het staatsbezoek, hebben we het ondertekend. We zijn ons ervan bewust dat 10%, tenminste ongeveer 10% van onze samenleving bestaat uit Chinezen. Zodoende komen we er ook niet onderuit, om de mensen mee te nemen in de hele ontwikkeling. Mede vanwege die jarenlange bilaterale samenwerking en die betrekkingen tussen Suriname en China, moesten we sowieso het uitleveringsverdrag tekenen. Hetgeen betekent dus dat mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit in een van de landen, het recht hebben om de straf, de detentie, uit te zitten in het land van herkomst. Daarnaast zijn we ook een politie-politie samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Ik moet erbij zeggen dat er reeds geruime tijd een overeenkomst is waarbij er vanuit onze disciplines, vanuit justitie, mensen afreizen naar China om opleidingen te genieten, trainingen te genieten. Maar dit is nu vastgelegd. Die ondersteuning zal worden verhoogd wat betreft capaciteitsversterking en ook nog het doen van trainingen. Het mooie ervan is, vanwege het feit dus dat de mensen ook deel uitmaken van die samenleving, hebben ze ook recht op veiligheid. En ik heb vanaf het begin gezegd, de ondersteuning moeten we hebben vanuit die gemeenschap. En dat is ook een van de redenen. Waarbij China die ondersteuning geeft aan de Surinaamse justitie. Om die veiligheid te helpen waarborgen. Want het zijn ook hun onderdanen die bij ons zijn. Ik zeg het vaak genoeg, het is één. Het is eigenlijk één samenleving, China, Suriname, hetzelfde met Brazilië, als het ware. We hebben een hele mengelmoes van verschillende bevolkingsgroepen, mensen vanuit verschillende staten. Dus de bijdrage vanuit het buitenland is meer dan nodig. Veiligheid garandeer je niet alleen. En dan heb ik het niet alleen maar over de interne veiligheid, maar ook over de
de grensoverschrijdende criminaliteit zij in samenwerking met overige staten moeten bewerkstelligen. Ja. Ik hoorde bij uw terugkeer tijdens de persconferentie van de president. U sprak over road monitoringssysteem. Dat is onderdeel van de overeenkomst die u hebt getekend in China. Wat moeten we daaronder verstaan, minister? Kijk, er is geruime tijd hebben we het Safe City project geïntroduceerd. En het Safe City project heeft zijn vruchten afgeworpen. Echt wel. De cijfers zijn, men is bezig de cijfers te verzamelen. In elk geval bij het oplossen van cases is het duidelijk geweest. Het nasporen van strafbare feiten, ja, is ook, daar heeft het Safe City project ook een behoorlijke bijdrage geleverd. Ja. En het heeft ook een preventief karakter. Want wanneer men weet dat er ogen zijn die kijken, dan gaat men er toch wel anders mee om. Maar blijkt dus dat er nog meer gerealiseerd kan worden vanuit het technisch gedeelte van het Safe City project. En we hebben toch wel, we lopen achter op die internationale samenleving. We hebben een rondleiding gehad binnen Huawei. En het was indrukwekkend. Aanvankelijk wordt die hele samenleving gemonitord. Dat moet je doen, snap je? Zonder om eigenlijk te komen aan de mensen hun privacy. Maar hou er rekening mee, het algemeen belang, die interne veiligheid staat bovenop. Zo hebben we ook kunnen aanschouwen hoe nummerplaten worden opgenomen van voertuigen, worden geregistreerd. Ja, en nog erbij worden gekoppeld aan de eigenaren van de nummerplaten, van de voertuigen. Wat we ook hebben mogen zien, hoe men omgaat in een menigte door de gezichten te herkennen en te registreren en ook nog te plaatsen. Kijk, als we willen komen tot een adequate criminaliteitsbestrijding. En dan nog het beheersen ervan. Want wanneer je het hebt bestreden, moet je het kunnen beheersen. Dan kunnen we toch dit soort zaken implementeren binnen ons Safe City project. Ja, vandaar dus dat ik zei van dat het een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan die handhaving van criminaliteitsbestrijding. Ja, het verkeersveiligheidsvraagstuk. En ook nog, ja, die preventieve werking naar het handhaven van die openbare orde en rust. Dus het was meer dan succesvol, ja, bezoek aan Huawei. Ja. Dus eigenlijk waar het Safe City project zeg maar nu voor staat, daar gaat hij een stapje verder. Gezichtsherkenning, ja, nummerplaten. Dat zijn maar om een paar te noemen. Ja, belangrijk is om aan te geven dus dat het Safe City project niet alleen maar in kwantiteit verruimd zal worden. Dus dat er meer palen geplaatst worden en meer gebieden, eigenlijk over het hele grondgebied waar we dat kunnen doen, maar ook de kwaliteit ervan. Ja. U heeft er geen hoogte van. Ja? Okay. Dus eigenlijk bent u afgereisd, minister, naar China. U heeft niet veel tekenwerk gehad, maar wat u heeft getekend heeft een enorme impact voor die samenleving. Ja, positief natuurlijk. Voor ons, ja. De overtuiging van wat de technische hulpmiddelen, wat het belang is van de implementatie van technische hulpmiddelen. Ja, want we kunnen het niet alleen maar doen vanuit de informatieinwinning, ja, vanuit die gemeenschap. Nee, die technische hulpmiddelen, heden ten dagen zijn die technische hulpmiddelen nodig. En die zijn er, die zijn voorhanden. Is er afgesproken wanneer deze fase aanbreekt met die nieuwe features? Nou, we zijn aan het eind van het jaar, dus we leven sowieso naar januari, februari toe om de gesprekken voort te zetten, om over te gaan tot de verdere uitbreiding. Thank you.
bent in de studio, minister, en we kunnen de verleiding niet weerstaan om u ook over een aantal andere dingen te vragen. Het ministerie van Justitie en Politie doet er dagelijks alles aan om het veiligheidsgevoel te waarborgen, waar nodig vergroten. Kunt u ons vertellen wat er allemaal de afgelopen periode is gedaan, zichtbaar, om die samenleving het gevoel te geven, de indruk te geven van nee, minister, hij doet een goede job. Kijk, laat me dit ervan zeggen. Ik heb het ook al in een eerder context aangegeven. Ik ga nog niet opsommen wat wij gerealiseerd hebben. Die samenleving weet het. De samenleving weet het. Maar wat ik wel ga aangeven, in het verleden werd de aandacht besteed aan politiezorg. Heel belangrijk. Voor mijn aantreden, ik ben 2010 uit de dienst gestapt, maar ik had die verbintenis had ik nog steeds met het Korps Politie Suriname en Justitie. Belangrijk is te weten, wanneer je politiezorg wil garanderen, ja, je wil het bewerkstelligen, je wil het garanderen, bewerkstelligen en handhaven, dan moet je ervoor zorgen dat degene die ervoor, die er belast zijn met die handhaving, die moeten goed gemotiveerd zijn. Dus ik heb het andersom gedaan. Ja, mijn plan van aanpak was om die rust, die tevredenheid, ja, samen met de mensen, samen met de leidinggevende. En dan noem ik, wanneer ik heb over de leidinggevende, heb ik het niet alleen maar over het ministerie, maar ook over de korpsen, want het zijn 4 korpsen. KPS, KBS, KPA, BBS. En met die bonden, want dat is het systeem welke ik nu eigenlijk implementeer. Om gezamenlijk met hun in één keer de problemen, ja, te belichten. En dat we dan unaniem oplossingen aandragen. Hetgeen betekent dat je die rust op die manier kan realiseren binnen al die korpsen. Want daar gaat het nou om. Als de mensen tevreden zijn, als de mensen gemotiveerd zijn, wat is dan, welke kettingreactie heb je? Het werkt dan als een olievlek naar die gemeenschap toe. Ja toch? Ik bedoel, ook de mensen moeten met plezier van huis gaan. Het kan niet zo zijn dat je wil je gezin 3 uur in de ochtend om invallen te gaan plegen, om een case op te lossen van een andere, met alle risico's dat je misschien je huis niet meer ziet, dat je misschien zelf ook in het gevangen kan geraken. Wat heb je nodig om de mensen zo ver te krijgen? Is die motivatie. De goede waardering. Rechtspositionele aangelegenheden moeten gerealiseerd worden. En we zijn er nog mee bezig. Het gaat niet in één keer, maar als die goede intentie er is en partijen bij elkaar zijn, dan lukt het wel. En ik mag tot nog toe, mag ik niet klagen. Het is hard werken. Het is veel praten met de mensen. Maar we hebben allemaal het ene doel voor ogen. En ook de gasten die ertussen zijn, want je hebt een paar ongeleide projectielen of kaarten en zo. Die gaan we dan ook op het juiste pad moeten brengen. Ja, ik heb 1 policy. Wie wil en niet kan, gaan we helpen. Wie kan niet wil, met die kunnen we niet verder gaan. Want hoe je het redt of keert, die opdracht van die samenleving, daar gaat het nou om. Hetgeen waarop ze recht hebben, grondwettelijk, internationaal, verdragen zijn er ook. Het veiligheidsgevoel, daar moeten we met z'n allen naartoe werken. Ja, ook de mensen die daar de bijdrage aan leveren. Ja? Ja. Zij maken ook deel van die gemeenschap toch? Want jij bent in het veld, je bent belast met de opsporing, of je bent bezig met de verkeerscontrole, maar je familieleden die ook deelnemen aan het verkeer.
Snap je? Dus het is een gezamenlijke actie welke plaatsvindt. En het lukt. Ik zeg van, het belangrijke ervan is dat ik goed contact heb met de mensen. Want het gaat om die verbinding welke je hebt met je mensen. Communicatie. Dat is namelijk ook belangrijk. Je moet bereid zijn te luisteren. De mensen moeten... Het is een discipline. Ja. Hou er rekening mee. Het is niet de private sector. Het is een discipline. Er zijn regels. Dat snap je toch? Maar de mensen moeten ook gehoord worden. En naar mijn mening is het gelukt. Vanaf april tot heden. Dan mag ik zeggen dat het lukt. Het is nog niet wat het wezen moet. Maar change gaat niet van het een op een ander moment. Er zijn wel grote stappen gemaakt. Ja, dus dat is, dat is het meest belangrijke. Dat is het meest belangrijke. Dat die rust er is. Ja? Het gevecht is nu om die rust te blijven behouden. Want er zijn natuurlijk trillingen van buitenuit, externe bewegingen, om die rust te verstoren. Die zijn er. Dat snap je? En niemand moet me voor de gek houden. We weten precies wat er gebeurt. Ja? Die beïnvloeding van buiten. Die zijn er. Ik hoef het niet bij de naam te noemen. Belangrijk is, wij weten waar we naartoe gaan. Wij weten wat de opdracht is. En die moet ik uitvoeren. Ja? En de uitvoering daarvan moet een zodanige zijn. Ik moet kunnen praten over een duurzaam karakter. We weten niet wat komt. Maar het mag niet zo zijn dat indien er in de toekomst, we weten niet wanneer het zal plaatsvinden, dat zaken weer veranderen. Dat het weer onrustig wordt. Nee. En trouwens, dat denk ik ook niet hoor. Oh. U heeft een heleboel op uw bord, minister. En een van de zaken is de kwestie verkeerscriminaliteit. Het houdt de samenleving ook bezig. Zijn er... misschien, en dan neem ik ook mee de periode van het jaar waarin we ons bevinden momenteel. We gaan richting het einde van het jaar. De drukte zal alsmaar toenemen. Maar zijn er extra maatregelen? En misschien mag ik ook de link leggen. Kan Safe City daarin ook een grote rol spelen? Een bijdrage leveren? Natuurlijk heeft Safe City een belangrijke rol daarin te vervullen. En... het is niet alleen maar naar het eind van het jaar toe. Ik heb in september, denk ik, heb ik nog gesprekken gevoerd waarbij ik heb aangegeven dat we eigenlijk korttermijn targets hebben gesteld. Deze week moet ik nog de gesprekken voeren om te kijken van in hoeverre het toch wel haalbaar is om die targets bewerkstelligd te krijgen. Maar belangrijk is dat we erop zitten. Vanuit de overheid. We nemen alle adviezen mee. Er is gesproken over verhoging van de verkeersboetes. We nemen het mee. Men is nu bezig om te kijken van hoe het puntenrijbewijssysteem juridisch geïntroduceerd kan worden. Juridisch verantwoord geïntroduceerd kan worden. Ook hoe we ermee omgaan. Want kijk, je neemt alle geluiden mee. Je neemt alle adviezen vanuit de gemeenschap mee. Ja, de boetes moeten verhoogd worden. Voertuigen moeten in beslag genomen worden. Bij bepaalde verkeersovertredingen. Heel goed. Ja, het zijn allemaal goede adviezen. Maar vanuit het ministerie moeten wij ervoor zorgen dat het juridisch verantwoorde bestuurshandelingen zijn. Anders hebben we straks een andere veroordeling. Snap je toch, op onze dak. Dus we zijn daarmee nu bezig. Belangrijk is in het termijn waar ik nu nog aan zit. Ja, dus dan heb ik het sowieso nu en in de periode van nu gelegen. En dus in het eerste kwartaal van 2020 moeten er verschillende zaken gerealiseerd zijn. Ook, ik heb het eerder gehad over Bert Mulder. In het kader van hoe om te gaan met de bestuurshandelingen, snap je toch? We zijn nog bezig om het goed uit te dokteren van hoe kunnen, want het is een Nederlandse wet, hoe kunnen we het toepassen op de Surinaamse situatie? Dat is vanuit de overheid. Maar het belangrijkste, ik heb het altijd gezegd, het is mooi om af te geven, makkelijk om af te geven op die overheid, natuurlijk. Wij moeten handhaven. Maar de meest belangrijke bijdrage
is vanuit die samenleving zelf. Onze verkeersdeelnemers. Veiligheid begint bij jezelf. Ja? Die bewustwording, ja? Die awareness dat je jezelf niet in gevaar mag brengen, dat staat als een paal boven water. En als je je daarvan bewust bent, dan denk ik dat je ook meeneemt, ja? Dat je de veiligheid van de overige verkeersdeelnemers niet in gevaar brengt. En de wetgeving is duidelijk wat dat punt betreft. Ja, er is een artikel 10 in de rijwet die aangeeft van al geniet jij het recht van voorrang, je dient alle tijden de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Je weet precies van, als je binnen in de bebouwde kom, je kan weer 100 toch. Ja. Snap je? Dus die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Ja. Eigenlijk blijven we zo ook zo'n beetje rond Safe City Minister, want stel dat we die features hadden, die nieuwe features, zou het een beetje makkelijker maken, neem ik zo aan, toch? Heeft u, ik neem aan dat u dat heeft gedaan, heeft u het Safe City project al geëvalueerd? Wat zijn uw bevindingen? De bevindingen zijn zeer positief. De korpschef is niet lang geleden met een team afgereisd naar China. En ik heb ook nog mogen begrijpen dat er een aantal landen zijn die dit systeem, dus die een dergelijk Safe City project hebben. En als we mogen afgaan op de geluiden, dan moet het zo zijn dat in 2020 de kans groot is dat onze korpschef een award, ja, in China in ontvangst mag nemen. Een award dat betrekking heeft op het welslagen van het Safe City project. Ja? Want het gaat niet alleen maar de bijdrage welke het Safe City project levert bij verkeersveiligheidssituaties, maar ook nog bij het nasporen, ja, van eerder gepleegde strafbare feiten. Want het gaat niet alleen maar over een stukje repressieve, ja, maar ook het preventieve. Ja, dat is de belangrijke rol, ja, welke Safe City project heeft. De overeenkomsten of de afspraken die u heeft gemaakt met China, die moeten in grote lijnen erop neerkomen dat Suriname daar heel veel profijt aan zal hebben. Binnen niet al te lange tijd, hopen we, minister. Dat klopt. Ja. Dat is, ik ben ervan overtuigd. Ik hoop het niet. Ja, hoop is een uitgestelde verwachting. Er was een president in Amerika die sprak over hoop. Maar ik heb mijn eigen gedachtegang erover. Ik ben ervan overtuigd dat het zo niet al te lange tijd gerealiseerd wordt. En dus dat het zijn positieve vruchten, zijn vruchten ervan zal afwerpen. Ja. Nou, dat was toch wel een mondvol voor dit moment, minister. Ik denk dat we u nog een van deze dagen weer terughalen naar de studio om over de resultaten te praten. U heeft daar nog niet alles opgezomd, begrijpelijk ook. Maar ik denk dat we die afspraak nu al kunnen maken voor een volgend gesprek. Ja, ook in dit geval zeg ik dat het geen hoop zal zijn, maar het wordt in orde gemaakt. Ik wilde toch even dat van het uitleveringsverdrag benadrukken. U noemde, er zijn 10% van de samenleving bestaat uit Chinezen. Was er een moment in onze samenleving waarvan je kan zeggen van nu moeten we wel een uitleveringsverdrag met China hebben? Zijn er zaken die zich hebben plaatsgevonden misschien? Ja, in mijn periode heb ik toch wel twee momenten gehad waarbij men het verzoek heeft gedaan om mensen, verdachten die strafbare feiten in China hebben gepleegd en die waren uitgeweken naar Suriname, eigenlijk uit te leveren. Ja. En dan heb je dan het rechtsgevolg, het juridische erachter, hoe ermee om te gaan. Ik kan me sowieso twee momenten heugen. En ik, voor zover ik weet,
zijn er ook Surinamers. Ja, die in China zich hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten. En ik kijk, ook de verdachten hebben rechten. Ja. Ja? Ik ga ervan uit dat iemand die zich schuldig gemaakt heeft aan een strafbaar feit, natuurlijk de wens zal hebben om zo'n correctie, ja, want ik praat over correctie, ik praat niet over straf, zo'n correctie in zijn geboorteland, ja, zou willen ondergaan. En door het ondertekenen hiervan, dan zijn we toch wel een stap verder. En dan is sowieso de mogelijkheid om dat uiteindelijk te realiseren. Oké, dat is dan duidelijk. We zijn aan het einde gekomen, minister. Tenminste, als u nog wat toe te voegen heeft, heeft u daartoe de gelegenheid? Nou, ik zou toch wel een dringend beroep doen op de mensen. Om, hoe je het of keert, we leven in december. Het is de eerste week van december. Heel moe, een woelige maand. Feestmaand. Om er alles aan te doen om uw eigen veiligheid te waarborgen. Het zal zijn op de openbare weg. Het zal ook zijn thuis. Daar begint het. En die sociale controle. Het is er weer. Laten we het blijven behouden. Laten we het verhogen. Ja? Het onderling contact levert ook een grote bijdrage. Ja, naar het waarborgen van die veiligheid. En wat ik ook vanaf het begin gesteld heb, ik doe daar alles aan om samen met de mensen, ja, samen met mijn mensen, om het vertrouwen, ja, terug te winnen. Ja, niet dat het er niet is, maar het moet versterkt worden. Dat moet horen wat er gaat zo. Ja. Ja, maar het komt wel goed. Dank u, minister, voor uw komst naar de studio en dat u hebt willen participeren aan deze aflevering van Kennisgeving. Overigens, uw eerste keer in Kennisgeving. Dat klopt. Succes verder met uw werkzaamheden en hopelijk ook tot gauw weer voor een vervolggesprek. Dank u, zo beet. Dat was het dan, kijkers, deze aflevering van Kennisgeving. We hebben gesproken met de minister van Justitie en Politie, de heer Stuart Getrouw, over de verplichting die hij had tijdens het staatsbezoek van president Bouterse aan de Volksrepubliek China. De minister heeft afspraken gemaakt en daarover hebben we een beetje gesproken en natuurlijk het een en ander over zijn beleid. Bedankt nogmaals en graag tot een volgende keer.